Mijn naam is Kaya. Ik heb een speciale spierziekte. Ik voel er niet heel veel van, alleen ik word er heel snel moe door. De schouder- en bekkenspieren die worden afgebroken. Dat betekent als er niks gebeurt dat deze kinderen volledig rolstoelafhankelijk worden. Het was een week voor zijn derde verjaardag toen we hoorden dat Kaya deze spierziekte had. Ik was 8 maanden zwanger van onze jongste, dus dat was echt een perfecte timing. Ik geloof dat ik de eerste maand alleen maar heb gehuild. Ik vind het vervelendste aan de spierziekte dat ik gewoon mijn vrienden niet kan bijhouden. Ze zijn veel te snel voor me. Je gaat op internet alles nazoeken. Het eerste jaar was ik eigenlijk getrouwd met de computer, 's avonds. En overdag probeerde ik nog een leuke moeder te zijn. Deze spierziekte is zo zeldzaam dat er in Nederland gewoon te weinig kinderen zijn. Ze krijgen die groep niet bij elkaar en in Amerika worden ze wereldwijd gezien. Dus die professor waar Kaya straks naartoe gaat, heeft 90 kinderen wereldwijd gezien. Zo zeldzaam is het. Daar is de oplossing voor zijn toekomst. En zo zijn we ook ingesteld om te zoeken naar oplossingen. En in Amerika hebben ze wel de middelen om daarvoor onderzoeksgeld vrij te maken. In Nederland gaat het toch naar de bekendere ziektes. En zeldzame ziektes zijn eigenlijk niet in beeld. Mensen die denken dat zodra je gehandicapt bent, dat dan eigenlijk gewoon je hele leven is verpest. Maar dat is niet zo. Je kunt gewoon verder leven als een normaal mens, alleen ja, dan wel met een rolstoel of een segway of aanpassingen die je nodig hebt. Als er geen geld is, komt er geen vervolg. Er hoeft maar een kink in de kabel te zijn. En dat kan voor de groep kinderen die daar nu voor in aanmerking komt, betekenen dat de trial vertraagd wordt. Maar dat ze misschien ook wel hun mogelijkheden niet meer kunnen behouden. Dus dat die trein door blijft gaan, is heel erg belangrijk. En het is niet alleen voor Kaya, het is voor alle kinderen die deze spierziekte hebben. We zoeken sponsors, we zoeken mensen die zeggen van we willen zorgen dat deze kinderen blijven lopen. Ja, het houdt niet op bij mijn kinderen. Nee. Echt, ik wil gewoon dat er geen enkel kind meer... Dat zou echt de utopie zijn, dat al die kinderen gewoon kunnen blijven lopen.